Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik ga vandaag weer lekker naar Twente. We hadden vandaag een dresscode, want we hadden eigenlijk helemaal geen zin om naar buiten te gaan. We hadden toch wel zin om af te spreken, gewoon even ergens een koffietje te doen. Maar gewoon geen zin om je helemaal op te tutten en zo. En de dresscode is, doe vooral geen moeite. Dat is het gewoon. Dus dit is een beetje mijn outfit. Ik heb een lekker shirtje aan, lekker wijd. Ik heb een joggingbroek eronder. Sneakers eronder. Ik heb geen make-up op. Ik heb mijn huid helemaal ingesmeerd met olie. En ik heb lipliner even opgedaan, zodat het lijkt alsof ik make-up op heb. En lekker mijn zonnebril op. Yes! Het enige waar ik echt niet zonder kan, als ik naar buiten ga, zijn mijn oorbellen. Ik kan echt niet meer zonder. Dat maakt het gewoon af. Voor de rest boeit het me niet. Ik heb mijn haar niet gedaan. En wat ik altijd doe als ik zo'n make-up op heb, is ik doe gewoon even lipliner op mijn lippen. Mijn bril op. En dan lijkt het alsof ik daaronder helemaal opgemaakt ben. Maat. Oh, ik ben helemaal aan het glimmen. Love it. Ik weet niet of jullie het liedje kennen, maar het is Selena Gomez met zo'n K-pop of K-pop, hoe je het zegt, band. Blackpink. Maar ze ziet er daar echt zo fucking goed uit. En ik heb eens gezien dat ze gewoon 10 kilo afgevallen is tijdens de coronaperiode. En dat motiveert me echt zo fucking erg. Niet normaal. Morgen is het maandag. Ik heb al een weddenschap met mijn vriendin. Wij gaan gewoon weer, tenminste ik wil het niet hardop zeggen, maar wij willen weer starten met keto. Want we hadden dus vorig jaar waren we dus samen gestart met keto. En dat is ons tot nu toe het beste bevallen. Dus eigenlijk willen we daar weer naartoe. Het is echt heel fijn als je zeg maar helemaal in je leefstijl wil omswitchen. Dan is het echt fijn gewoon om één week jezelf helemaal terug te trekken van de bewoonde wereld. En dan even gewoon resetten. Dat lukt altijd zo makkelijk. Dat had ik vroeger altijd. Want ik dan deed gewoon echt gewoon een week van social media af. Niet te vloggen. Gewoon helemaal niks. Gewoon alleen met mezelf bezig zijn. Er niet uitzien. Boeit me helemaal geen fuck. Maar gewoon mijn leven weer op orde. Jullie helemaal vertellen over een dresscode en dat we geen moeite hebben gedaan om goed uit te zien, bla bla bla. Kom ik eraan bij deze meid? Ze heeft hele make-up op, oorbellen, outfit. Waar had jij precies schijt aan? Waar had jij schijt aan? Is het jouw schijt outfit? Ja, nu zie ik er gewoon uit als een mogoltje met een blazer. Heb ik trouwens gevonden in mijn auto gelukkig, want het is best wel frisjes. En een jogging met sneakers. En wij gaan nu uit eten. Wat ook altijd echt zo bij mij is. Als ik één keer iets ontdek, of ik vind één ding lekker, dan eet ik het gewoon de hele maand door. Dus drie keer gokken, drie keer raden wat ik nu ga eten. Die gaan het zo zien. Nou jongens, daar gaan we weer. Ik heb weer een mosselpannetje. Ik ga er weer helemaal lekker op eten. Love my life. Ik ga nu even ergens anders koffie drinken. En that's it. En daarna ga ik naar huis. Het is alweer heel laat op de avond. Ik heb getankt. En ik ga weer even richting huis. Het was een heel gezellige dag. Heel erg naar mijn zin gehad. Lekker in mijn chill outfit. Mosselen gegeten. Heel veel bijgekletst. Ik denk dat ik hier even 4 uurtjes was. En dat is meer dan genoeg. Ik heb echt een superleuke dag gehad. Nu ga ik richting huis. Ik heb ook wel zin om thuis te zijn hoor. Soms na zo'n hele dag weg wil ik gewoon eigenlijk heel graag naar huis. En dan gewoon lekker op mijn bank zitten. Oh guys, ik ben net thuis. Mijn haar gaat stuk. Ik heb net post gehad van de belasting. Echt heel erg chill trouwens zonder make-up. En ik kon echt de hele tijd dit doen terwijl ik aan het rijden was. Echt heerlijk in je ogen wrijven. Post gehad van de belasting. Ik heb een boete gekregen, want ik heb 1 dag te laat betaald. Fuck my life. Ik heb trouwens deze koekjes gekregen van mijn vriendin. En dat zijn dus Irakese koekjes. Ik weet niet of jullie ze kennen. Maar het zijn dus van die dadelkoekjes. En die heten bij ons kleedje. En ik heb er ook een paar met nootjes erin. Maar die met dadel, die helemaal recht, is echt mijn lieveling. Weer een beetje trek. En gisteren had ik dus borrelen gemaakt. Ik kan niet zo heel goed doen in deze leeg. Maar het is borrelen in tomatensaus. Ik weet niet of je het zo wat beter kan zien. Ik kom net uit de koelkast.
Maar goed, dit is echt een van de lekkerste dingen. Ik hou hier echt van. Ik ga dit even in een bord doen. En doe ik even een slaatje bij maken met tomaat, komkommer en feta kaas. Een beetje Griekse salade. En dan is het gewoon echt mijn favoriete meal ever. Ik mis toch wat qua smaak. Dus ik ga er even hot sauce over doen. Deze is echt heel chill, want er komt niet zoveel uit. Ik krijg altijd de vraag welke ik gebruik. En dat is deze. Maar normaal gesproken gebruik ik eigenlijk altijd Tabasco. En die vind ik echt het beste. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Lekker netjes op de achtergrond met zijn geluiden. Het is vandaag de dag dat ik weer echt helemaal begin met gezond eten. En ik heb me toch voorgenomen om voor keten te gaan. Samen met mijn vriendin. Omdat dat nu toch gewoon het beste heeft gewerkt. Ik ga wel echt van zelf proberen af te blijven. Behalve geitenkaas. Dat is een beetje de planning. Ik heb er echt veel zin in. We hadden er gisteren over in de nacht. Van dat we echt gewoon weer zin hadden om weer te starten met keto. En zo. Wij voelden ons toen op dat moment echt gewoon zo goed. Je voelt je echt zo licht. Als je eenmaal een paar weken erin zit. Plus je hebt totaal geen honger. Dus ja. Ik ga me even klaarmaken. Ik heb straks afspraken. En... je ziet je op de achtergrond. En ik moet nog wat even opnemen voordat ik vertrek. Ik ben dus sinds kort weer gestapt in zwarte koffie. Ik probeer daar eigenlijk weer aan te wennen. En bevalt me dat nu echt goed. Ik vind altijd intermittent fasting, want ik ga ook weer vasten. Vind ik altijd het beste in combinatie met koffie, want... koffie stilt mijn honger gewoon. Ik heb daarna echt geen zin meer om te eten. Hey guys, ik ben zo happy. Ik moest zo voor mijn eerste afspraak even nog wat filmen. En ik moest eigenlijk, ja, ik wil het gewoon lekker rustig aan. Zodat ik het echt op mijn manier kan filmen. Dat het gewoon ook een beetje leuk is en zo. En ik was een beetje aan het strukkelen met mijn tijd. Want ik was dus wel vroeg opgestaan. Om het allemaal te doen. Maar ja, ik moet nog douchen, mijn haren doen, bla bla bla. En het gaat om mijn make-up. Maar nu is dus mijn tweede afspraak gecanceld. Waardoor ik dus gewoon heel veel tijd heb na mijn eerste afspraak. Dus ja, ik ben happy. Ik kan alles lekker rustig aan doen. Oh, het gaat niet zo goed met mijn afspraak vandaag. Laat ik het maar even daarbij houden. Ik had vandaag een afspraak waar ik best wel een lange uitkeek. Want ik mocht naar een specialist. Ik was doorverwezen naar een specialist voor mijn... voor het vocht vasthouden, wat ik een tijdje heel erg last van had. Ik heb het nog wel een beetje, maar niet zo erg als een maand terug bijvoorbeeld. Maar ik was dus naar een specialist doorverwezen. Die gaat echt over oedeem en dat soort dingen, echt het vocht vasthouden. En nu ben ik gewoon verkeerd ingepland. Dus ik werd net gebeld met, ja, je bent bij iemand anders ingepland. Er is geen specialist daarvoor. Maar ja, sorry, maar ik werd gewoon pissig. Want deze afspraak staat gewoon lang vast. En ik moet straks gewoon even dingen opnemen. Ik heb ook gewoon werk te doen. Ik moet dus vanavond iets inleveren. En nu heb ik dit gezeik weer. Dus heb ik, ja, ik was gewoon een beetje pissig van ja, sorry hoor. Maar mijn probleem met het verkeer is ingepland. En ik wil alsnog gewoon gezien worden. Dus dan word ik zo teruggebeld om te kijken of het mogelijk is. En anders zou ik echt heel erg balen. Ik loop echt al zo lang met het probleem. En ik wil gewoon antwoorden ofzo. Echt heel lief, maar ik mocht alsnog langskomen. Ze hebben even ruimte ervoor gemaakt. Het kan wel even iets langer duren, maar dat maakt niet uit. Zo, ik ben net klaar met mijn afspraak. Het ging best wel goed. Ja, ik had gehoopt dat ik jullie iets meer erover kon vertellen. Maar het komt erop neer dat er gewoon op dit moment niet zoveel te zien is bij mij. Dat het gewoon even vocht vasthouden is. En dat ik gewoon wat beter op mijn voeding moet letten. Want alles is bijna gelinkt aan je voeding, jongens. Ja, dat is het. Ik ben klaar. Toch wel blij. En nu lekker naar huis. Ik heb expres dus geen oogmake-up opgedaan, geen mascara en zo. Zodat ik me straks kan opmaken. Want ik wil graag een make-up tutorial opnemen. En anders is het echt heel irritant om dan je oogmake-up en mascara helemaal te verwijderen ervoor. Ik reed net achter zo'n oma. En zij gaf letterlijk iedereen voorrang. Ik ben helemaal gek. Ze ging voor iedereen stoppen en zo. Ik wil echt bijna flippen. Maar toen zag ik wie erin zat. Zij gaf echt letterlijk iedereen voorrang, jongens. Ha, je tanden weer. Ik wel. Zij stond gewoon daar gewoon 5 minuten lang te wachten op iedereen. Echt, ik wou zo hard flippen. Maar toen zag ik haar schattig op. Dat is wel schattig. En stel je voor dat mijn oma hier zou rijden. Die zou er ook niet zoveel van bakken.
gasten. Ik ben dus iets aan het opnemen. En Lina zit me ondertussen heel wat aan te staan. Ik heb net even deze glowy make-up tutorial opgenomen voor Instagram. Voor de Insta Stories even heel kort. Want ik heb natuurlijk allemaal nieuwe producten van Look Fantastic. En dat was echt een mega grote sale. Ik heb echt zoveel geld bespaard. Dus ik heb allemaal mooie dingetjes besteld. Welkom bij de klantenservice van... Een ogenblik geduld. Guys, over make-up gesproken. Alsof ik nog niet genoeg had. Rare Beauty komt eindelijk uit. 3 september. Selena Gomez make-up lijn. Oh mijn god, ik ga alles halen. Zie je eigenlijk waarom ik hier zo blij mee ben? Omdat ik eigenlijk gewoon heel dat make-up koop van mensen waar ik eigenlijk totaal niet fan van ben. Ofzo. Bijvoorbeeld Rihanna vind ik wel tof. En ik vind haar make-up super goed. Maar ik ben niet per se fan van haar. Ik koop haar producten gewoon omdat ze goed zijn. En same eigenlijk voor Kylie. En eigenlijk voor iedere merk die ik koop. Maar nu brengt Selena Gomez dus een make-up lijn uit. En dan hoop ik gewoon dat het goed is. En dan support ik ook diegene die ik gewoon echt heel tof vind. Dat vind ik eigenlijk best wel belangrijk. Ik support gewoon graag liever de mensen die ik tof vind. Ik ga even heel snel naar de supermarkt. Lekker gezonde boodschappen doen voor mijn eerste keto-maaltijd. Ook heb ik weer even keto-fruit gehaald. Ik ga waarschijnlijk weer verslaafd raken aan aardbeien. En ik heb dus olijfolie gehaald met knoflook erin. Mijn favoriete pittige saus, Tabasco. I love this. Zo, ik doe er lekker ui bij. En een beetje knoflook. En peterselie. Even een mix kruiden erin doen. En Himalaya zout. Dan heb je dit ongeveer. Ik heb hier een courgette. Die ga ik even door midden snijden en dan uithollen. En dan ga ik het vullen met deze gehakt. Kijk, hij zit nu goed dicht. Doe ik het even in de pan. De rest van de gehakt heb ik ook even gehaktballen gemaakt. Zo, dan laat ik het even sudderen in een tomatensausje. Lekker gekruid met alles wat je lekker vindt. En dan gaan zo even de gehaktballen erbij. Dan kan ik even ondertussen nog even aan het werk. Ik doe gewoon alvast de gehaktballen erbij. Ik hoop niet dat ze uit elkaar vallen. Zo, ik ben net klaar met alles. Ik moest even een samenwerking online gooien. En dat duurde echt zo lang. Het ging echt letterlijk om 20 Insta-stories. Dan moet ik allemaal de juiste tekst en zo bij vermelden. Link, bla bla bla. En echt. Je verwacht het niet, maar je doet er echt heel lang over. Ik heb er denk ik echt bijna een uur over gedaan. Mijn eten is eigenlijk al lang klaar. Ik heb ook echt zoveel trek. Ik heb lekker gevulde courgette en gehaktballetjes ernaast. Ik kan niet meer wachten. Zeg maar dat ze een kaartje moeten kopen voor een theatershow. Koop een kaartje voor Next Steps Theatershow, bitches! Als jullie het echte verhaal van onze relatie willen horen, dan moet je naar mijn theatershow komen. Ja, gaat me echt een schande brengen, jongen. Ik word echt gewoon... dik geëxposed is dit theatershow. Echt een aanrader, kom langs. Als op dit moment zeg maar kaartjes al beschikbaar zijn, dan zal ik wel meer informatie even naar bio doen. Zo, dit is mijn laatste eten van de dag. Ik heb lekker aardbeien en pure chocola, 85%. Ik eet hier maar 2 van trouwens, de andere is van Nessie. En lekker met aardbeien. En dan ben ik klaar voor vandaag. Het is alweer tijd om te slapen. Ik ga even al mijn vitaminetjes weer allemaal netjes op tijd slikken voor het slapen gaan. Magnesium en zo. Ik ga het ook allemaal heel goed oppakken en dan ga ik naar bed. Trouwens, het is al natuurlijk best wel een tijdje geleden dat ik mijn lippen heb gedaan. En ik moet echt eerlijk zeggen dat ik er heel blij mee ben. Ik vind dat het echt totaal niet helemaal opgezwollen en zo is. Vandaag wel Insta-stories gemaakt, moet ik wel eerlijk zeggen dat ze best wel opgezwollen leken op mijn Insta-stories. Maar het is altijd een beetje anders, de camera. Daar is het altijd wel een beetje anders. Maar als ik zo kijk, vind ik het echt heel mooi gelukkig en ben ik er echt heel blij mee. Maar ik zou absoluut niet nog meer spuiten dan dit. Ik vind dit echt gewoon de max. Meer dan dit zou ik echt niet willen. Maar ik ben er heel happy mee, gelukkig. Ik ga dus mijn vitamintjes slikken. Theetje drinken en dan ga ik naar bed. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vinden. En ik zie jullie morgen weer. En morgen heb ik een spannende dag, want ik ga eindelijk weer naar de kapper. Doeg!